Deze beschouwing, die gaat zo'n beetje over van alles en nog wat. Zo leuk, zo'n een niks om je druk over te maken. Een beetje wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Ik heb net weer een nieuws dingetje gevonden op Prison Planet, die website van Alex Jones. Alex Jones, uh, uh, daar ben ik ook dit jaar achtergekomen. Nee. Nee, misschien wel vorig jaar of het jaar daarvoor. Maar wel vrij recent ben ik er gekomen. Alex Jones, dat is het. Ja, om het maar weer simpel te zeggen, hij, hij werkt voor de jezuïeten. Dat is een Jesuïtisch goedgekeurde website. Maar dan nog. Ja. Ik kijk daar toch wel iedere dag op. Hoor. En er staat nu wel een leuk artikeltje. Is een, uh, in Tennessee. Of Tennessee. Die, die staat in Amerika. Er is een wetsvoorstel. Ja, alleen maar voorstellen hoor. Wat dan zegt dat we. Uh, de vrouwencompetitie. En de mannencompetitie. Dat je. De, je mag eraan meedoen. Je mag als man dus niet meedoen. Aan de vrouwencompetitie. Ook niet als je via een transgender ding of zo jezelf tot vrouw hebt laten verklaren. Eventueel inclusief castratie. Ja. ja. Dus een, ja, een man heeft zich dan, omdat hij zich een vrouw voelt. heeft hij zijn geslachtsdelen laten ja, castreren. Weet dat bij een man. En tot nu toe is het zo dat je dan mee mag doen aan de vrouwencompetitie. En nu komt er een, een wet in de staat. Tennessee. Tennessee. En ja, ze kunnen het niet echt verbieden. Maar wat ze dan doen... is dat scholen... Het gaat over scholen van het... Even kijken hoor. Wat staat het nou? Elementary and Secondary School. Dat is denk ik basisonderwijs en vervolgonderwijs. Denk ik. En dan gaat het erom dat uh, de scholen die gesubsidieerd worden door de overheid op een of andere manier. Die moeten dus uh, aan kunnen tonen dat elke. Participant aan zo'n toernooi, dat hij er wel van het juiste geslacht is. En dan hebben ze het over het geslacht, ze noemen dat hier biologische seks, Ze, Se, dat is een biologische geslacht. Zoals dat staat op het oorspronkelijke, originele geboortecertificaat. Geboortebewijs zeg je eigenlijk, hè? Geboorteakte, moet je te zeggen. Dat uitgegeven is, opgesteld is. bij het, bij, uh, het moment van. Uh, ja, toen je je kind aangaf bij de, bij de gemeente. Ik heb mijn dochter aangegeven. En ook netjes gezegd hoe ze heette. En is dus gezegd: het is een meisje. Ja, dat was ik duidelijk. Dus. Het was, ook, dat was dus in 1999, op 21 december. En toen was het ook helemaal geen vragen voor ons. Het, het was zo, hadden, ik had afgesproken met die moeder. Die moeder had het eigenlijk gezegd. Uh, als het een jongen is, dan, dan zou ik de naam mogen kiezen. En als het een meisje was, dan zou zij de naam mogen kiezen. Dus dat was heel erg binair. Dus zou, nu zou dat niet meer kunnen, denk ik. Hè? Als je nu als ouder dat zoiets zou afspreken, dan zou de buurt daar schande van spreken. Van nou zeg, dan ga je er zomaar vanuit dat jij kan zien bij geboorte of het een jongen of een meisje is. Dat kan helemaal niet hoor. Maar ja, toen kon dat dus. Was ook verder geen probleem. En ook toen ik dat kind uh, de, de naam kreeg dus van de moeder. En ja, die moeder. Die, die, ja, die ging niet mee naar het gemeentehuis. Waarom? Uh, dat deed ik wel even in mijn eentje. En die man die, uh, deed ook helemaal niet, helemaal niet moeilijk over. Hmm. Ja, aangifte doen van de geboorte van een kind. Hoe zit die? Ja. Wat zijn de voornamen? En, uh, ja, en wat is het geslacht natuurlijk? Hè? Nou, heel binair, zoals het heet. Jongetje of meisje. Klaar. Ik zei, een meisje. Ja, dat waren eenvoudige tijden. Heel overzichtelijk. Voor mij is het trouwens nog steeds heel overzichtelijk. Alleen mijn dochter, die, uh, die, die. Als ik dan zo overzichtelijk doe. dan gaat mijn dochter heel moeilijk kijken. Want die is niet, uh, niet alleen links en uh, feministisch. dat is dan tot daar aan toe. maar ze is ook nog uh, transgender identity inclusive. Als ik het goed zeg. Het ja, taalgebruik van die kinderen. Ja, houdt het bijna niet bij hoor. Dus ik moet ontzettend uh, oppassen met wat ik zeg. Het <laughs> is echt heel grappig. Dat... Ik was zo. Uh, <laughs> ik ben heel veel aan het uh, studie uh, dingen aan het doen. En dan gaat het om uh, de kunst van het programmeren. Ik heb er ongelooflijk veel bij geleerd. In de afgelopen maanden. En dan kijk ik naar. Ja, mensen zoals André Alexand, Alexandrescu. En Herb Sutter. En, en Björn Ja, Ik, ik ga even wat namen eruit. Ik ben gewoon aan het opscheppen, nou, dat ik die namen kende. Dat snap je ook wel. Maar ah, dat zijn dan de hotshots in de programmeursland. Ze zijn wereldberoemd. En anyway, ik zat weer eens helemaal klaar met een pot thee om te gaan luisteren naar Bjarne Straustrup. Dat is een Deen. En die werd dan aangekondigd door een man, een wat oudere man. En die deed dus de aankondiging van Bjarne Straustrup. En toen zei hij dus: van, Ja, en de eigenlijke aankondiging wil ik laten doen door een van de jongere garden die in de zaal zit. En. Mag ik je uitnodigen om op het podium te komen? En die persoon heette April. En die had een jurk aan. En toen dacht ik, hé. Hey, een meisje, dat meen je niet. Want. Uh, kijk, kijk, ik weet niet wat het is. Maar meisjes hebben het idee. dat programmeren niets is voor hun bevolkingsgroep. En ja, dan moet je ook weer heel voorzichtig zijn. met hoe je dat nou weer gaat noemen natuurlijk. Maar hun, uh, <tus> hun genderidentiteit of zo. Ik zou niet weten waarom niet. Uh, maar. Ja, tenzij je gaat zeggen dat programmeren nu een keer. Uh, ja, zo ingewikkeld is dat. Uh, dat vrouwen daar geen verstand van willen hebben. Sorry. Ja, ik, ik zou het anders ook niet weten hoor. Want, kijk, het. het je, nee, ik zou het verder niet weten. Het is niet een zwaar beroep. Ja, het is wel veel stress. Dat wel. En. Uh, ook is het zo dat uh, als jij als programmeur een fout maakt, dat je er gif op in kan nemen dat jij ook de schuld gaat krijgen. Kijk, als je als manager een fout maakt, dan, ja, dan is het maar de vraag of jij de schuld krijgt. Als manager kan je altijd uh, voldoende manieren om de, uh, een probleem te gaan maken met iemand anders. Hè? En jij kon er helemaal niks aan doen, dat is je andere schuld. Maar als programmeur heb je dat niet. Als jij als programmeur een fout maakt, krijg jij altijd de schuld. Sterker nog, je krijgt ook heel vaak de schuld terwijl het jouw fout niet is. En zie je dan maar eens hard te maken dat het jouw fout niet is. Misschien dat vrouwen daarom niet dat beroep willen. Dat zou kunnen. En die weet, het is puur, het is echt een. Uh, it's a man's world to do. En dan komt er een iemand op het podium in een jurk. denk, hij. En toen zag ik die persoon een paar stappen zetten. En toen dacht hij. Hey. <laughs> en toen ging hij wat zeggen. En toen dacht ik, hé. Hey. <laughs> en ik zei dus later dat mijn dochter was hier. Ik zei, moet je nou toch eens even kijken? Dat ik had dat filmpje geboekmarkt. Ja, dat is April, zegt hij dan. Dat is helemaal geen, uh, geen meisje. Dat is een man. En mijn dochter zo, nee, dat is een vrouw. dat zegt ze toch? Ik krijg natite. Nou, oh, oh, oh. En de, je raakt dus qua taalgebruik helemaal in de. Ja, zwaar in de knoop. Want die persoon had dus volgens mijn dochter een vrouwenlichaam met mannelijke geslachtskenmerken. Ja, volg jij hem nog? Ik zou zeggen een lichaam met mannelijke geslachtskenmerken, dat is een mannenlichaam. Tenminste, zo noemden wij dat vroeger. De, ja, bij haar geboorte. Ja, zij kwam dus uit de buik van haar moeder. En die arts, of die verpleegkundige, of verloskundige, werd ook gelijk gezegd: van, oh, dit is een meisje. Ja, dat was niet op basis van haar genderidentiteit, natuurlijk. Ja, ik ben toch niet gek. Maar volgens mijn dochter is dat tegenwoordig allemaal veel genuanceerder. En nou, een papa, je moet niet zo bot doen. En, uh... ja, voor de rest mijn dochter is een aardig kind hoor. <laughs> ik, ik vermaak me er echt heel erg mee. Ik vind het ontzettend leuk. Ja, ik ben het niet eens met haar, maar uh, moet dat? Kijk, ik heb gelijk. Maar dat is ook niet zo raar. Ik ben 40 jaar ouder dan zij. En zij komt tot de waarheid. Of, nou ja, zij komt tot de waarheid. En tot die tijd dwaalt zij in het, in het land der 50 tinten grijs En ja, dat kan ze heel lang volhouden. Dat kan ze zo lang volhouden dat ze in het land der vijftig, twintig grijs. in die staat van denken, zeg maar. Dat, uh, ja, dat ze de dood gaat smaken. In die zin dat het dus heel lang. Dat, het, dat, ze, dat ze dat nooit weet op te lossen. Dat zou kunnen. Dat is voor veel mensen is dat heel moeilijk. En als ouder wil je natuurlijk dat jouw kind dat zal, die, uh, ja, je wil je kind dan alles meegeven, zodat het tot dat inzicht komt. Maar ja, kijken met die, uh, die situatie waarin ik zat, uh, dat. Uh, ja, kijk, zo, zolang mijn dochter kan heugen. Was het altijd zo dat als ik wat zei, dat die moeder mij afbekte? Gewoon in het bijzijn van het kind. Hè? Dus mijn dochter weet niet beter dat uh, ja, papa dat is iemand en die moet echt zijn mond houden. hoor, Want uh, als hij wat zegt, uh, nou, mama is het nooit meer eens. Mijn dochter die zei ook van: Hele, uh, was ze zes of zo. Hè? zei: Pap, ik weet hoe het zit met Russie. Kijk, bij ruzie maken, ja, dan zegt één iemand die zegt iets en dat vindt hij helemaal niet leuk. En die andere die zegt dan iets uh, terug, want die vindt het helemaal niet leuk dat er gezegd wordt. En die zegt dan iets terug en dat is nog niet leuker. En dan gaat die eerste persoon, die dus begon, die gaat dan iets zeggen wat nog, nog niet leuker is. En dan gaat die tweede persoon iets zeggen dat is nog, nog, nog niet leuker. En dat gaat dan steeds uh, tegen elkaar in, net zolang totdat één van beiden uh, niks meer zegt. En dan stopt de ruzie. Dat was zeg maar de, de evolutie van de ruzie. Nou, dat vond niet eens zo'n uh, zo slechte analyse eigenlijk. Hè? En dan zei ze erachteraan, zo tussen neus en lippen, van ja, en jij bent altijd degene die de ruzie stopt. Ja, inderdaad. Ik hield dat uit. Ja, uiteindelijk hield ik mijn mond maar. En voor mijn dochter was het natuurlijk, uh, ja, zie je wel, mama heeft gelijk. Ah. Dus ik heb nooit zoveel zeggenschap gehad over uh, ja, hoe mijn dochter dingen moest bekijken, hoe moest bezien. Dat, uh, helemaal nooit. Maar aan de ene kant is dat jammer en aan de andere kant, ja, kijk, geen zeggenschap dat betekent dat je ook geen verantwoordelijkheid hebt dus ik hoef me ook niet schuldig te voelen. Uh -huh. zo moet je het ook een beetje zien, hoor, een beetje relax. ze komt maandag Komt ze weer eten. en dan ga ik dit artikel van uh, dat besluit van die, die staat in Amerika om dus, uh, jongens en meisjescompetitie uh, voortaan alleen nog maar te houden op basis van de biologische uh, het biologische geslacht bij geboorte, dus ga ik aan haar vragen wat ze, wat ze daarvan vindt. Ik ben benieuwd. En dan ga ik het nieuws niet keihard tegenin of zo hoor. Dat, dat zou ik, als jij als ouder zou ik je ook hetzelfde willen adviseren: niet ingaan tegen dat gut. Niet, niet doen, niet doen. is nergens voor nodig. Je gaat het toch niet overtuigen. Het enige wat je kan bereiken is dat je middels vragen te stellen de, de, iets van een, een soort van denken weet te veroorzaken. Al is het maar heel even hè, dat zo iemand gaat nadenken. Want... Mensen die dus over dat transgender gebeuren een mening hebben, die, die hebben die mening niet op basis van nadenken. Die hebben dat op basis van, uh, hoe noem je dat? Uh, peer pressure of zo, uh, groepsdenken, uh, acceptatiedenken. Uh, Propaganda, zeg het maar, zoiets. Dat is zo'n soort term moet je hebben. Van iedereen denkt het en dat is modern. En aangezien ik modern ben, denk ik ook zo. Het is een aangenomen... Ja, je noemt het een bias, een vooringenomenheid. Wij zijn jong en wij denken alternatief. En die mensen moeten er dan achter komen dat... Ja, de gewoonte dat er uh, mannen zijn die. Uh, uh, ja, die zich. Uh, die, die zich speciaal willen. Ja, uh, die speciaal willen zijn. Daar komt het eigenlijk mee. Mannen willen speciaal zijn. Nou, ieder mens wil natuurlijk speciaal zijn, maar sommige mensen willen echt heel erg graag speciaal zijn. En uh, jezelf uit vrije wil laten castreren is een manier om heel speciaal te worden. En als je dat wil, dan ben je dus heel speciaal. En dat is heel oud. Nou, dat weet mijn dochter nog niet. Maar... En als ik het mijn dochter nu zal vertellen, dan zal ze zeggen: ja, uh, ja toen, wij, ja dat was toen. Eh, maar nu is het anders. Ja, dat. Ja, dan moet zij er maar. te zijn er tijd achterkomen dat het nu helemaal niet anders is dan al die jaren geleden. Dan heb je het over lang geleden hoor. Dan heb je het over de tijd dat de Bijbel werd geschreven. Dus twee, drieduizend jaar geleden. Toen bestond het. Het staat in de Bijbel ook. He? Er staat het niet met zoveel woorden zoals ik het nu zeg, maar dat is afgeleid. Het begint met het begrip tempelprostituee. Staat in de Bijbel. Ik heb een, een film van een kijkeraar uh, bekeken. Die had hij uh, gescoopt ergens op internet. Oh, ik, ik kon hem niet of nauwelijks. Uh... Ja, ik heb hem wel eens een beetje uitgekeken, maar. Uh... Oh, 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 wat een verschrikkelijke film, zeg. Uh, goed gemaakt, daar niet van. Maar het onderwerp was mij dan duidelijk en het was me ook duidelijk waar het om ging. En ja, dan word je er uiteindelijk uh, ja, misselijk van. Wat een verschrikkelijke verhalen, man. Maar goed, dat is. Dat, 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 ja, dat was toen en dat is nu nog steeds. Dat is niet weg geweest. En dat heeft er een hoop mee te maken met dat, dat de mensheid zeg maar, geloof technisch klinkt een beetje gek, hè, maar, geloof logica zeg maar, geloof logisch dat is ook geen goed woord natuurlijk, maar bij geloof hoort een bepaalde logica en een bepaalde techniek. Dus dat klinkt allemaal zo gek. Ja. Maar als dat niet goed zit, dan krijgen je dus van die vreemde dingen als uh, een vrouwelijke godheid. En uh, dat kan helemaal niet. Het is, is, is Jip en Janneke uh, religie. Ja, en die vrouwelijke godheid is dan in de regel. Ze dus zouden daar eens onderzoek naar moeten doen. Maar wat ik heb geconstateerd is dat als je dus een religie hebt met een vrouwelijke godheid, dat dan die vrouwelijke godheid ja, toch wel de, ja, de meest sexy is. Ofzo. De meest begeerlijke. Ja. Of de meest gevaarlijke. Of de, in het Hindoestanisme, eh, Hindoeïsme, nee Hindoeïsme moet je zeggen. Daar heb je Shiva dus de god of de godin der vernietiging de destroyer de, ja man, de terminator ja er is niet niks hè? en in Babylon is het uh, is Inanna de, de moedergod die dat zegt dat dat beginsel van alles dus de topgod En vanuit die hang dus, vanuit die. Ja, die, die moedergod te willen vereren. gingen mannen zich vrijwillig castreren. En dat deden ze soms ook nog zelf. Nou, dan kan je met pijn omgaan hoor. Wauw. En dat bloedde als een rund. En dat, dan bloedden die mannen dus net als een vrouw. Hè? Een vrouw die haar ongesteldheid heeft... dan werden die mannen dus nog één keer... verschrikkelijk ongesteld. En dat spoot het bloed eruit, man. En dat was dan een heilig moment. En dan liepen die mannen al bloedend in de rondte. Eh, hey, hey, Dat idee alleen al... En los daarvan. je kan als ouder. Ja, kan je dat. Dat metafysisch denken bij je kind. Ja. Het ja, moet toch uit het kind zelf komen. Het is de persoonlijke relatie tussen de mens en. zeg maar God. God de Vader. Het is die relatie, die, die moet je persoonlijk voelen. En ja, jij moet voor jezelf op een rijtje hebben gehad dat God op zoek was naar jou. En hij heeft jou gevonden. En dat moet jij vinden dat dat zo is. Daar moet jij van overtuigd zijn. Want zo is het. Zo staat het in de Bijbel. Dus jij kan God niet. Uh, jij kan, ja, dus die, die toenadering is niet dat jij tot God komt. Die, die toenadering is andersom. Ja, je zou, Jezus heeft gezegd: zoek en gij zult vinden. Uh, klopt en uh, u zult opengedaan worden. Hm? En ik zou dan zeggen: uh, Ja. Wil dat je gevonden wordt en je zal gevonden worden. Als jij je openstelt, dan word je gevonden door God. Ja, het is een persoonlijk verhaal. En je ouders, ja. Het is niet eens zo belangrijk. Ja, je moet respect hebben voor je ouders, dat, dat is belangrijk. En meer niet. En je moet als ouder moet je goed zorgen voor je kind, in de zin van je moet het leren lezen, je moet het leren rekenen, je moet het leren met persoonlijke hygiëne en ja, tanden poetsen en dat soort dingen. En leren de kamer op te ruimen. En opruimen in het algemeen. En je moet het kind leren studeren. Je moet het kind leren van rust. Je moet het kind leren van leuke dingen doen. Je moet het kind leren voor te bereiden. En al die dingen. Dat moet je leren aan je kind. Hè? En voor de rest hier. Je, je kan een kind niet. naar God brengen. Je kan je kind vertellen wat, wat het voor jou betekent. De Bijbel bijvoorbeeld. En dan heb je het gehad. Dat is maar goed ook hoor. Het moet vanuit de mens persoonlijk komen. En dan weet je zeker dat je een, een gelovig mens hebt wiens geloof gegrond is. Dus mijn moeder was ooit ja, heel gelovig. Die heeft ook nog een keer in, in tongen gebeden. Ik vond het echt hartstikke eng. Ik was daarbij en mijn moeder ging allemaal. Uh, ik weet nog dat ik toen moest huilen. Ik kon er niks aan doen. Dat was een onbedwingbare huilbui kreeg ik. Dat was tijdens een of andere bidssessie van de Pinkstergemeente. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik. Ja, als je mij nu vraagt, hè, is het bidden in tongen... Sorry dat ik er even over uitwijt hoor, maar... Het bidden in tongen, ik weet niet of je dat kent... Maar bij de Pinkstergemeente is dat een uh, hot issue. En dat gebeurt daar. En als je mij nou vraagt van... Is het bidden in tongen zoals dat bij de Pinkstergemeente plaatsvindt... In een aantal gevallen... Niets anders dan een demonische manifestatie, de manifestatie van een demon, dan is mijn antwoord zonder meer ja. Ik wil niet iedereen die een tong spreekt, verklaren dat hij demonisch bezeten is. Dat gaat me te ver. Maar is dat in een aantal gevallen zo? Dan zeg ik ja. ja Wat mijn moeder toen deed, dat, dat, dat was demonisch. Dat was slecht. En daarna is mijn moeder helemaal van dat geloof afgevallen, want die mensen waren niet meer aardig of zo. Ja, dat is natuurlijk. Dat is een reden van niks. Je bent gelovig omdat je zelf iets voelt, omdat je zelf iets weet. En andere mensen, ja, die constitueren de gemeenschap, de, de kerk. Dus je kan zeggen. Dat, dat die, ja, je kan zeggen dat een kerk, een bepaalde gemeenschap je niet meer aanspreekt. En dan is nog maar de vraag wat je dan met die wijsheid gaat doen, laat je dan die kerk in de steek. En Waarom zou je die kerk in de steek laten? Is dat wel eerlijk. Moet je vragen die je hebt: maar je gaat zeker niet besluiten om dan maar te stoppen met geloven. Dat, dat kan natuurlijk niet. Dan geloof je al in het begin niet. Terwijl mijn moeder wel gedoopt is. Hè? Maar dat zegt dus kennelijk helemaal niks. Want nu verklaart ze, als ze het er wel eens over heeft, dan zegt ze heel stellig, uh, met een luide stem, van, dat zij uh, ooit wel eens wat heeft gehad met de inhoud van de Bijbel, maar nu echt helemaal niet meer hoor. En dan zegt ze in feite van toen, had ik het, ja, toen was ik een beetje van het padje af en nu ben ik weer normaal. Nou, zo is het voor mij niet. En dan terug naar die transgender toestanden. Ja, het wordt natuurlijk heel duidelijk in de maatschappij dat het speelt. En, en ik vind het dus dat in die staat Tennessee, dat ze dan zo'n wet willen doorvoeren. Nou, ik vind het niet meer dan logisch. Er is zo'n uh, Zuid-Afrikaanse topatlete. Dat is een transgender. Dat is een gecastreerde man. En die heet ook nog semen. Ja of zo. Dus het eerste is semen. S-E-M-E-N. Dat betekent uh, zaad in de zin van uh, mannelijke sperma Semenja. Of Semenlaar of zo. Ja, die wint dan. Die is uh, Zuid-Afrikaans kampioen. Ja, die heeft een mannenlichaam. Kijk, als jij je als man laat castreren... Betekent, betekent dat niet dat jij dan... Uh, gelijk het lichaam van een vrouw krijgt. En nu krijg je dus een probleem. Nu hoor ik mijn dochter al zeggen van... Nou, maar die Semmen, ja, die had het lichaam van een vrouw... want zij voelde zich een vrouw. Ja, maar ze is geboren een man. Als je dat ze, ja. maar hij is als man geboren. En hij heeft zich laten castreren. En hij wil een vrouw genoemd worden. Maar dat is alles. Er zijn ook al stemmen opgegaan dat uh, die transgenders die dan als vrouw door het leven gaan en mee willen doen aan zo'n sportevenement, dat die dan verplicht zoveel oestrogeen moeten slikken. Omdat het anders niet eerlijk zou zijn. Omdat testosteron nu één keer ja, dat biedt nogal wat voordelen uh, in, de, in de prestatie gebeuren. Ja, dat is ook weer... Dat is zo'n soort... Uh, je hebt aan de ene kant heb je dan dat je geen drugs mag gebruiken. Want anders ja, heb je de doping, hè? Dus je mag geen doping gebruiken. Maar uh, als transgender moet je uh, estrogeen slikken. Want anders is het niet eerlijk. Dan denk ik, jeetje... Toestanden. En ik heb het idee dat het met name in 2019, dat is het afgelopen jaar, dat het zo opspeelt. Hier in Arnhem hebben we ook een voetgangersoversteekplaats voor homoseksuele mensen. Die hebben hun eigen oversteekplaats gekregen. Ik vind het te raar. Toch? Ja, toch ook, of niet? En mijn dochter denkt: Ja, maar pap, jij snapt er ook niks van, want jij bent ouderwets. En ik zou zeggen nou, tegen mijn dochter: nou, jij snapt er niks aan, want jij, jij, jij kon naar me net kijken. Ik loop er echt 40 jaar langer mee dan jij, en ik weet beter waar ik het over heb dan jij, en dan kan jij wel ouderwets noemen. De stelling van Pythagoras is ook heel erg ouderwets. Zo'n 2600 jaar oud hoor, de stelling van Pythagoras. A'tje kwadraatje plus b'tje kwadraatje is C'tje kwadraatje. Ja. Dus ouderwets, dat wil helemaal niet zeggen dat het slecht is. Tja, er was nog meer gebeurd in, in 2019. Ik heb een leuke baan gekregen. Nee, dat was superleuk. Daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Ik heb vandaag ook weer gewerkt, gisteren ook. En volgende week. En deze maand, januari, ga ik... Nou, als een beetje meezit, ga ik 70 uur. En dan kan ik er net van rondkomen, hè. Haha, uh -huh. uh -huh. dat is niet slecht, hè. Ik ben ik net mijn huur van betalen. En mijn natje en mijn droogje. En... en ik hou een ontzettende baktijd over op die manier. Ja, als je maar 70 uur in de maand hoeft te werken. Huh. Ik ben eigenlijk al half met pensioen, man. En op deze manier ja hou ik het nog wel zeven jaar vol, want dan ben ik officieel met pensioen. En programmeren gaat hartstikke lekker. Want dat is mijn passie, computer programmeren. Ik heb dus heel veel bijgeleerd en dat ga ik allemaal toepassen. En hier in mijn, uh, in mijn huis ben ik een. Uh, een heuse serverruimte aan het inrichten. Allemaal computers erin. Ik zal het laten tellen, maar ik heb dus hier in huis heb ik momenteel 1, 2, 3, 4, 5, nou, 6 computers. Waarvan eentje dan niet in gebruik. Maar die ga ik denk ik binnenkort ook maar eens optuigen. Naar nou, de Heus Computerpark. En die vijf die hier dus opgetuigd zijn, die doen het uh, <haha> heel behoorlijk. Ja, erg leuk. Dus voor mij was het wel een tof jaar. En gestopt met drinken, dus dat bevalt me nog steeds heel erg goed. En gestopt met roken, dat bevalt me ook heel erg goed. En blowen, ja, dat is... mijn dochter is dit jaar begonnen met blowen, of misschien vorig jaar al. En dat vind ik erg leuk. Dat vind ik gewoon grappig. Ik vind het toch echt passen bij haar. Voor mij mag dat hoor. En ik doe het allemaal niet meer. Ja, ik ben al zo vaak stoned geweest en uh, Binder, Don Dead, got het t-shirt. Het enige wat ik mis, dat zijn die, die bezoekjes aan de, aan de tabakswinkel. Want ik vind die mensen wel aardig. Maar soms koop ik een pakje shag voor uh, mijn vriend Wim, Wim Kruidertuin. En dan ben ik er weer even. En dan ga ik altijd naar mijn meest favoriete sigarenwinkel toe. Want als ik bij Wim ben, moet ik er even bij zeggen, dan rook ik met hem mee. Dat vind ik wel heel gezellig. Dat is nou een traditie geworden. Dus ik rook niet meer, behalve als ik bij Wim ben. En dan zit ik daar niet heel lang, een uurtje of twee uurtjes en dan paffen we samen wat weg. En dan ga ik weer naar huis en dan, ja gek genoeg, dan taal ik er helemaal niet na. Taal ik er, taai ik er, taan ik, taan ik er niet na. Toch? In ieder geval, het speelt niet door me heen. Ja. Erg fijn, goede beslissing. Of goed, het was, een, het was nodig. Ik was er aan toe. Oh ja, en mijn kanaal gaat toch wel. Uh, we zitten nu op 85 abonnees. Superleuk. Zo heel gestaag. Ne, klimt het toch wel door. Dat, daar ben ik wel blij om. En YouTube heeft nu ook uh, Dat Je moet nou uh, aangeven dat je video's niet voor kinderen zijn. Ja, iets met de kinderbeschermingswet of zoiets. Maar ja, ik maak helemaal geen reclame voor. Ja, ik maak af en toe reclame voor het grote CO2-experiment of uh, voor mijn eigen kanaal. Maar ik maak geen reclame voor producten. Dus ik loop in principe geen gevaar. Nou ja, al met al was 2019 voor mij een mooi jaar. Hopen bijgeleerd. Hoe je een toilet moet schoonmaken, bijvoorbeeld. Hoe je microvezelreiniging moet doen. Hoe je traditioneel moet moppen. Ja, dat, uh, iedereen denkt wel van... Ja, nee, dat kan ik wel horen, een gangetje moppen. Nee, dat kan je helemaal niet, jongen. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk als jij een gang moet moppen. Een beetje stevige gang dan, hè? Niet een gangetje van vijf meter lang of zo. Nee, even... 100 meter gang gaan we moppen. Ja? ja, dan ben jij halverwege ben jij al bek af. En ik sta nog vrolijk te moppen. Want ik weet hoe het moet. Het zijn kleine dingetjes hoor. Iedereen kan het leren. Maar ik heb het al geleerd. En toilet, toiletten schoonmaken, idem dito. Dat weet ik ook hoe dat moet. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes die je dan moet weten. Maar als je die weet. En C-programmeren, dat is die taal die ik al jaren doe. Heel veel dingen bijgeleerd. Die kan ik nou ook toepassen. Wauw. Nou, bijzonder dankbaar ben ik. Heel dankbaar. En dan kijk ik naar de wereld en denk ik: Kijk je, jeetje. Maar ik snap het nou ook beter hoor. Hoe het in elkaar zit met de wereld. En hoe het. Ja, nou, hoe het eigenlijke het probleem is. Dat wij geen. Ja, geen gezonde manier meer hebben voor ons geloof. Ons geloof is verziekt. En dat is het probleem. Hè? Komt nooit meer goed. Denk ik. Er zijn wel mensen hoor die... Ja, in kleine kring... gelovig zijn op een manier waarvan ik denk... ja, dat, dat snijdt hout. Maar hier in Arnhem, in mijn omgeving... Heel weinig. Eén op de. Hé, hey, mijn vriendenkring, kennen ze kring? Niemand. En hoeveel mensen ken ik hier in Arnhem? Tientallen. Niemand. En gaan die het geloof nog vinden voordat, ze, voordat hun lichaam sterft? Nou, dat zou mij verbazen. Het kan natuurlijk wel, Dat we nou, eerlijk zijn. was had toen uh, zo'n mooi verhaal van. Weet je die man ook weer, Bij Nineve. Oh, dat is Jona, volgens mij. Jonas. Die later in de, in de walvis kwam. Hè? In zo'n grote vis. En dat hij uh, die stad zag, Nineveh. En, en hij zag die ongelovige mensen. En hij denkt: Nou, nah, dit, 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 dit pikt God niet hoor. Dit gaat God niet pikken. En toen ging hij uh, op, een, op een dag ging die op een heuvel zitten en ging hij van een afstandje kijken naar die stad. En hij zat te wachten tot God uh, toe zou slaan en die hele stad van de aardbodem zou wegvegen. En, en toen kreeg hij dus van God te horen: van uh, ja, nee, ik, ik doe het niet, want uh, die bevolking is tot één keer gekomen. Ja, en als mensen tot één keer komen, ja, dan, uh, ja, je kent mij. Dat zei God dus tegen Jona, Jonas. Ja, als ze tot één keer komen, dan, uh... <laughs> ja, dan doe ik verder niks meer, hoor. En toen had Jonas er ontzettend de pest in. <laughs> ja, best een leuk verhaal eigenlijk, hè. Dus misschien ja, heb ik het net zo goed, net als Jona of Jonas bij het verkeerde eind. Ik weet dat uiteindelijk. dat wordt mij steeds duidelijker. En ik ga daar binnenkort een beschouwing over houden. Over de, de theorie van het geloof, of de theorie van God, of de theorie van de Bijbel. Ik weet nog niet precies hoe ik het ga noemen. En ik weet niet of ik dat er in één keer uit ga komen. Maar het worden misschien dan drie of zoiets. Drie beschouwingen. Dan worden hele mooie. Nou, ik heb het idee dat ik binnenkort dat heel goed kan gaan uitleggen. Hoe de. hoe de schoonheid is. Van het noodzakelijke dat te gebeuren staat. Hoe mooi dat is. En hoe terecht. De Arthur Schopenhauer die heeft in het begin van de 19e eeuw heeft hij duidelijk gemaakt dat. Um, hij heeft het over medelijden. En momenteel zouden wij zeggen. Uh, mededogen. Of empathie, zouden we nu zeggen. Want empathie, dat is de, de kern van de wijsheid. Dus de wijsheid is empathisch. Of de wijze, de wijze mens is empathisch. Dat is de, de basis van alles. En dan kijk je naar onze samenleving en dan zie je een niet-empathische samenleving. Tenminste, ik zie dat hij niet empathisch is. Jij vindt het misschien wel empathisch, maar ik vind van niet. Ik zie mensen die uh, heel bot doen tegen elkaar. Ja. Jij ziet misschien wat anders dat, dat mag. Maar kijken naar al die ja, leugens die waar mensen genoegen mee nemen, dat, dat vind ik toch wel heel erg hoor. Ik weet dat is, dat is die vrouw: dat is mijn uh, Amsterdamse, uh, Amsterdamse Joodse kennis, Mira. En die heb ik met, met haar heb ik ook van die radio-uitzendingen gemaakt. En ik wil haar nog een keer strikken, hoor. Dat we er nog een keer eentje gaan houden. Want met haar erbij, ze heeft een hele mooie stem. En ze heeft een heel leuk, fijn, opgewekt karakter. En twee hele leuke kinderen. En een lapzwans van een kerel. Maar die is gelukkig de deur uit. <laughs> ja, moet je nagaan. Ik ben helemaal geen voorstander van alleenstaande moeders. Maar. Het uh, is wel zo, sommige mannen. die kan je beter maar uh, niet hebben hoor. Dat ze, zo reëel ben ik dan ook wel weer. Anyway, zij. Toen ik met haar aan het voorbereiden was voor de aller, allereerste uitzending... en we wilden even bepalen waar dan de paaltjes zou komen te staan... en wat dan wel en wat niet. En dan had zij gezegd, nou, we gaan het niet hebben over de aanslagen van 11 september... want dan haken allerlei kijkeraars, luisteraars, die haken dan af. Nou, dat respecteer ik. Dat, 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 dat heb ik toen ook gezegd. Dat is goed, dan doen we dat niet. En het klopt natuurlijk niet. Wat is dat nou? Ja. Niet dat het kritiek is op haar hoor. Want ik snap die opmerking van haar wel. Het is... Dus, uh, kritiek op ons. Die het dan... Ja, die haar dan noodzaken... om zo'n opmerking te maken... dus ja nou ja ergens in 2020 dan denk ik dat ik haar wel weer weet te strikken als er weer iets wat leuks is iets met Thierry Baudet of iets in de Amsterdamse politiek want dat ze dus woont in Amsterdam we zien wel Of zoals de Arabieren zeggen, Inshallah. Of zoals die Latijnsprekers zeggen, condeo falente. Of zoals de christenen zeggen, Nou, als de Heilige Geest het even regelt. We zullen het wel zien. Komt het wel goed? Ja. Want dat, dat komt het, hè? dat weet ik. Ik weet dat het goed komt. Niet voor degene die. Ja, ja, niet voor de zondaars. Helaas. Dat wordt heel vervelend voor die mensen. En dat geeft mij geen plezier. Dat, dat vind ik erg. Maar wat kan ik daartegen doen? Wat kan ik tegen een, ja, hoe moet ik een zondaar helpen? Anders dat ik dan... Ja, als je tegen een zondaar zegt van... Ja, jij bent een zondaar. Dan gaat ze ons zeggen... Zit ja, je een beetje te zeuren over mij? Je moet eens kijken naar je eigen. En dan heeft zo'n persoon nog gelijk ook. Ja, Maar de mensen die ondankbaar zijn voor hun leven, dat nou die, ja. ik denk dat dat wel een heel groot probleem is. Hoor. Dat heb ik al een keer eerder heb ik daarbij stilgestaan. Dat als je ondankbaar bent voor je leven tijdens het leven, dan ben je dus ook ondankbaar over je leven op het moment dat je sterft. En dan ben je dus dat allerlaatste moment van je leven, ben je ondankbaar. En het kan heel goed zo zijn dat dat laatste moment van jouw aanwezigheid, omdat er geen nieuwe momenten van aanwezigheid meer aan toegevoegd worden. Ja, dat dat is dus het laatste beeld is van jouw leven, namelijk dat jij ondankbaar bent. En dat ben jij dan tot in de eeuwigheid. En dan kom je heel dicht bij die uitspraak van Christus dat er een plek is waar de ondankbare zondaars Verblijven, en dat is een plek van geweeklaag en en dat, dat heet de hel. Christus is degene die dus met die hel gekomen is, als ik het goed begrepen heb. En ik denk dat je op grond van logica moet zeggen, nou dat zei ik net gaf ik daarnet net al aan, hè. Dat je eigenlijk op grond van die. Sorry dat ik eigenlijk zei. Dat je moet zeggen op grond van logica. Dat Christus gelijk heeft. Mogelijk gelijk heeft. Dan zeg ik het heel. Nou, dat is zonder meer waar. Mogelijk gelijk. Het, uh, hij heeft uh, onmogelijk, noodzakelijk ongelijk. <laughs> Ja, kijk, maar dit is echt wat een filosofische taalgeneuterij. Onmogelijk, noodzakelijk ongelijk. Dat, dat kan niet, dat hij noodzakelijk ongelijk heeft, onze Heer. Op dit terrein dan. Hè? Nou, trouwens, op andere terreinen ook. Dat, hij, dat Christus noodzakelijk ongelijk heeft, dat is onmogelijk. Dus moet je zeggen dat hij mogelijk gelijk heeft. En als hij mogelijk gelijk heeft, ja, dan betekent het dus dat het jou ook kan overkomen. En dat betekent dat jij zo snel mogelijk heel dankbaar moet worden voor je leven. Ieder moment. Ja. Ik heb nu zin om een mop te gaan vertellen. Er schieten mij alleen maar van die katholieke moppen in het hoofd. <laughs> is toch wel leuk, al die, die mopjes, die mensen verzinnen. Nou, dat is ook wel een idee voor het nieuwe jaar, dat ik misschien wat vaker een mop ga vertellen. Moppen zitten vaak wel wat diepzinners in, hè. Ook, ook weer hele treurige dingen. Het is, het is een heel droevig verhaal. Er lopen twee homo's. Die lopen over straat. Hè. En, en in één gaat die ene homo die gaat huilen. Nou, dat is heel erg, natuurlijk. Hè. En die andere homo die vraagt dus aan die ene homo van. Hè. Wat aan de hand is en zo. En wat denk jij dan? Hè? Wat, wat, wat denk jij nou? Het is, heel, het is heel verschrikkelijk. Twee homo's lopen over straat. En in ene moet die ene homo huilen. Ja. Hoe kan het nou, hè? Ja, homofiel natuurlijk. <laughs> ja, zo'n mopje. Daar moet je tegenwoordig ontzettend mee oppassen. Hè? Vroeger was dat een heel gewoon mopje. Oh, je moet ook niet zeggen homofiel, je moet zeggen homoseksueel. Ja, dat is ook wel taalkundig puur. Met die hele homotoestanden gaat het ook niet om uh, filie, wat betekent houden van. Hè? Maar het gaat om seksen. Gewoon een lusten. Ja, en dan zijn we weer terug bij die transgender toestanden. Wat de aanleiding was voor deze ja, Niemendal-uitzending uh, over uh, 2019. Een beetje voorbereiding voor de officiële 2019 afsluitende beschouwing van mij. En ik beloof je. dan zal ik een betere mop vertellen. Eentje die een stuk lolliger is en niet zo droevig. Want het is natuurlijk wel heel erg dat er een homo moet huilen. Tja, homofiel. <laughs> ik blijf hem leuk vinden. Hé, <laughs> hey, uh, maar maak je geen zorgen. De, uh, de ene homofiel en de andere homo staat weer op hoor. Dus denk ik: leven is een kwestie van homofielen en weer opstaan. <laughs> Gewoon flauw. <laughs> en op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie. Tjus! En tot de volgende!